The things you're about to hear are the powerful inner thoughts going on inside the mind of a champion. And this is the inner symphony of greatness, the epic soundtrack of success. Nog een uurtje, man. I was born a champion. Het dak eraf. Maar ik heb gemerkt dat het vandaag een fietsdagje is, want ik zit nu weer op de fiets. Ik dacht, ik ga lopen vandaag naar die car, weet je, maar dat gaat hem toch niet worden, man. Omdat ik zeg maar, hoe laat was het, joh? Ik denk, 9 uur ging ik even de deur uit, weet je. Even een half uurtje lopen, toen was ik al back off, man. Dus mijn lichaam zegt van, nee, joh, dat gaat hem niet worden, man, naar de car. Dan gaan we weer 2 uur lopen, helemaal back off, weet je. Ik heb dat niet gedaan, dus ik ga dat niet doen. Ik ben gewoon lekker op de fiets, lekker ontspannen. Fuck it. Nou, ik had net Magda gebeld. Vast gelukkig nieuwjaar wensen. Even weer een beetje geconnect, weet je, een beetje bijgepraat en zo. Dus ja, man. Even lekker gegeten weer. Ja, je kan het wel raden, maar leventjes met hartjes. En nu gaan we gewoon even lekker die kant op, joh. Weet je. Ik heb een flesje wijn bij me. Gaan we het even vieren, man. Ja, iedereen gaat los hier met zijn vuurwerk. Terwijl Rutte zegt van ja, je mag niet afsteken. Maar ja, dat kan je niet zeggen, weet je. Mensen gaan toch afsteken. En dat is die tory. Dat is gewoon nieuwjaar. Je moet vuurwerk afsteken, toch? Dat is de enige dag op het... Of tenminste, een paar uur. Weet je. In het jaar dat je echt los kan gaan, weet je. Maar ja, als je me vraagt van wanneer kan je echt los gaan, ja, dat was toch wel in de jaren 90, man. Misschien iets daarna, weet je, met nieuwjaarsdag. Nieuwjaars, ja, oudjaars tot nieuwjaar. Je weet wat ik bedoel, toch? Dan kon je echt los gaan, man. Hier hadden ze net ook een brandbom. Die shit deden wij vroeger ook. Kwam ME en zo. Ja, je gekke tijden, man, allemaal. Maar dit is wel leuk, joh. Ik ben, ja, ben benieuwd waar ik ben met klokslag 12. Nou, ik denk wel dat ik het zeker weet. Gewoon voor die car dealer, man. Ga ik gewoon nieuwjaar vieren met mijn vriendinnetje. Met mijn toekomstige vriendin. En haar naam is Rolls Royce. Dus ja, ik zie jullie daar waarschijnlijk wel, man. Dat is wel mooi, man. Allang overal vuurwerk, gek. Dus ik fiets hier zo langs, hoor. Het is een nacht. Van hoe heet die motherfucker ook alweer? Wow. Ja, dat hoor je alleen in Brabant. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Hoor deze ratelband, gek. Die gaat wel echt hard, man. Dank je. Ik ben eigenlijk toch wel blij dat ik ben gaan fietsen, man. En niet gaan lopen. Want ja, ik denk dat ik dat niet zou trekken, man. Maar ja, nu ik toch op de fiets ben, ben ik wel wat sneller. En ik denk dat ik dadelijk na 12 gewoon even een rondje Eindhoven ga fietsen, man. Even kijken, weet je. Overal. Misschien word ik nog wel uitgenodigd op een feestje. Zo zijn die gekke Brabanders wel, man. Ik kom gewoon naar binnen. Ja, we zien het wel. Ik heb eigenlijk niet zo'n zin in dat socialiseren, weet je. Wie weet, man. Misschien gebeurt het dadelijk. Of ik ga heel misschien naar mijn broertje, man. Ik ga sowieso wel even mijn moeder bellen. Na 12. Hey, man. En denk mijn broertje ook, man. En mijn zusje. En dan zien we het verder wel, joh. Maar ik denk dat ik gewoon hier even. Ja, hoe laat is het nou, man? Gewoon weer half. Dat ik ergens hier even die fiets ga stallen. Maar ja, moet wel voorzichtig zijn. Dus van mijn schoonzusje, weet je. Maar ja, ze gebruikt het toch niet met de luie reet.
ja, ja, je hebt het gehoord. School is om de hoek, man. Ga je gewoon te lekker met de fiets. Met de kinderen. Maar ja, moet je weer de auto pakken. Maar ja, ja. Wie ben ik om daarover te oordelen, hè? Is goed joh, we gaan hem neerzetten. Ik was van plan om denk ik hier op de hoek gewoon neer te gaan zetten, maar dan moet ik hem ergens misschien bij een huis neerzetten of zo. Als ze dan denken van oh, dat hoort bij die huis, weet je. Moeten we even bekijken. Ja, ik zit hier nou op dat hoekje, weet je. Het is misschien een kwartiertje lopen of zo daar naartoe. Maar ik ben even een plekje aan het zoeken waar ik die klote fiets kan neerzetten, man. En ze hebben hier die ruit eruit geknald bij die bushalte. Ja, vandalisme allemaal, man. Rebellie. Was vroeger ook zo, joh. Maar als ik er nou naar kijk, dan... Ja, waar moet je zoiets doen? Maar ja. We gaan even op zoek naar een stalling. Oh, daar, kijk. Daar is een stalling. Zie ik fietsen staan? Dat is gewoon een fietsenstalling. Ga ik pleuren, kom daar niet. Ga ik gewoon een stukje lopen. Nou, ik zie jullie. Hier neerzetten. Kijk dan wat ze hebben gedaan met die beugel van die waar die fiets in moet. Helemaal lijk. Deze is helemaal gebogen. En die ook. Hoe krijg je dat voor elkaar, joh? Maf Kees, man. Nou, dan gaat die maar aan de andere kant. Zet ik hem gewoon hierin, joh. Maar het is precies een half uurtje nog, joh. Dan had dat het dak eraf gaat, weet je. Wat is daar net aan de hand? Maar ik zie echt mensen blij doen, jongen. Met die gozer op de fiets helemaal zo. Man. Ja, joh. Ik kan ook wel begrijpen, weet je. Het was vroeger ook zo. Man. Ik ga hier gewoon nog even op het bankje zitten, weet je. Nog een kwartiertje en daarna ga ik rollen, man. Ik denk dat het, ja, het is ongeveer een kwartiertje lopen. En dan ben ik daar precies met oud en nieuw. En dan gaat het dak eraf. Check, zie je die waggy daar zo? Er zijn gewoon een meid en een jongen ingestapt. Die gingen gewoon liften. Die kwamen eerst bij mij zo van, kun je bellen? Ik moet een taxi hebben. Hebben ze net een taxi gebeld. En dan gaan ze gewoon eerder weg. Helemaal wauws, man. Ruzie gehad en shit. Voor mij is het nou 11:45, een kwartiertje. Dus ik ga aanlopen. Ik ga lekker daar mijn oud en nieuw vieren, man. Ja, joh, met oud en nieuw... van die vrouwen ze tegen, weet je, gebeuren allemaal van die rare situaties, joh. Maar is ook wel grappig. Het is dit bijvoorbeeld, komen twee Chinezen op een fiets lang. Shabalaba, shabal. Ook grappig om te zien, man. 11:45. Oudjaarsdag. Dus die gozer, die zegt net van, wat de fuck doe jij hier, weet je. In je eentje, oud in je vier. Hij zegt, je moet met je familie vieren. Ik zeg zo, ja, die heb ik niet. En ja, eigenlijk met de mensen met wie ik wil vieren, weet je. Het is allemaal zo raar gelopen, man. Het raakt je wel een beetje. Sowieso dat gedoe met mijn dochter en zo. Gemist. En dan mijn moeder, die we zitten ook niet meer op een bepaalde frequentie, weet je. Enige waar ik nog een beetje, ja. Ja, toch wel met mijn broertje, man. Maar ja. Ja, ik weet niet of je daar weer over moet gaan praten. Maar goed, joh. Ik heb ook gewoon gezegd van, ik vind het wel fijn om alleen te zijn, weet je. Even deze... Deze oud en nieuw, volgend oud en nieuw ga ik knallen, man. En heb ik ook gezegd, weet je, kerst ook, ga ik echt goed uitbundig vieren, man. Kost wat het kost. Dat wordt mijn prioriteit. Kerstboom vol met cadeautjes, misschien op vakantie of zo, weet je. Weet ik veel, naar de Noordpool of zo. Maar we gaan het gewoon waarmaken, man. We gaan het gewoon waarmaken, man. Genoeg van met die poverty mindset, weet je. Vastzitten in het kouloos systeem. Nee, man. Dat is niet meer voor mij weggelegd, joh. Ik ga ervoor, nou, weet je. En ik
Ik zal er alles aan doen, man. Ik ben hongerig. Ik ben hongerig en aan. Kijk maar. Het is nou precies 23:59, dus ja, nog 1 minuut, man. Dan gaat het dak eraf, weet je. En ja, ik ben al bijna bij mijn schatje, man. Gaan we even lekker samen oud en nieuw vieren. Check hier. Dik, joh. Leuk, man. Nou. Ja, joh. Komt-ie. Mini. Op 30 seconden, jongens. Gaat het dak eraf. Ja, dat kan je ook dadelijk horen. En ik ga het overal alles. Even kijken, man. Is het hier zo? Ja, joh. Rolls Royce. Komt-ie, man. 15. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar, schat. Ik heb alleen een wijntje bij me. Die champagne, die kom ik brengen als ik je kom ophalen. Maar ze hebben die andere weer hiervoor weer weggehaald, man. Ja, ik denk dat ik toch die middelste ga halen. Echt serieus. Hey, gelukkig nieuwjaar trouwens, hè. Maar deze is ook vet. Volgens mij 6ix9ine heeft die, weet je. Waar ik wel eens over sprak, dat hij zo jeugdig is. Maar deze. Ja, dat wordt hem, man. Die wordt hem echt. Ik zweer het je, jongen. Daar ga ik zo hard in rijden, gek. Gewoon helemaal wous, man. Neongroen pik. Of die andere juist, die neongroen. We gaan het zien, man. We gaan het zien. Weet je. Ik ben hier nou. Pak even mijn wijntje erbij met mijn loodje. Mooi gelijk. Ja, niet hier voor de deur, man. Want dan gaan ze dadelijk weer lopen zeiken als ze mij op die camera zien, weet je. Dat moet ik allemaal niet hebben. Maar in ieder geval. Ja, ik wens jullie gewoon al het goeds, man. Wat je kan overkomen. Gewoon gezondheid en geluk voor het nieuwe jaar. En ja, joh, dat je gezegend mag zijn. Proost. Gooi er ook een beetje uit voor de dead homies. Voor Dennis, voor Marcos, voor Tupac, voor Alia, voor Left Eye. Je weet toch, je weet zelf, man. We staan hier voor Cito, Rolls Royce. Hier, man, lekker vuurwerk daar zo. Die Phantom is toch ook wel dik, hoor. Ik ga het niet voor je liegen, weet je. Het is gewoon kankdik. Ah, sorry voor mijn uitspraak. Maar staat die maar een beetje of niet? Even. Jawel, hè. Die kop van mij. Hij matcht wel een beetje, hè. Of niet? Ja, is gewoon mooi, man. Is gewoon kapot mooi. Zie je mij daar achterin zitten? Want ik ga met zo'n auto moeien natuurlijk. Moet je kijken, joh. Dan zie je mijn kop zo. Ja, ik moet het een beetje zo maken. Dat ik zo met mijn hoofd uit het ding steek. Weet je. Ja, joh. Rauwe tapes van Christian. We zijn er. Hè? Oké, okay, lang. Ja, weet je.
Volgens mij heb 6ix9ine die man. Die is ook wel vet hoor. En dan heb je hier die met kleurtjes eten. Nou jongens, tot snel weer. Dan zie ik je later man.